de laatste zaterdag van oktober en we gaan vandaag op excursie naar Almerepoort. De bus staat al klaar. Welkom allemaal. Hartstikke leuk dat jullie weer meegaan met de thematocht. Nou, dit keer de nieuwe wereld, hè. Het nieuwste stadsdeel van Almere, Almerepoort. Ik heb zelf... Het fietspad naar Amsterdam vanuit Almere kruist. En het is duidelijk dat we in een bepaald gebied beland zijn. Verderop het topsportcentrum Almere. De bus stamt uit 1995. We zijn nu in het topsportcentrum Almere aan de binnenkant. Er is net een wedstrijd aan de gang over training. En dit is het, informatiecentrum Almerepoort. Met de grote maquette van de wijk. We zijn in afwachting van de toespraak van de dame van het informatiecentrum. De vraag is of zij weet dat ze een toespraakje moet houden. Want ze is druk in conclaaf met allerlei potentiële huizenkopers. Welkom in het informatiecentrum. Ik heb begrepen dat u allemaal ambassadeur bent van Almere. Het is eigenlijk allemaal begonnen in 1996. Met Gerrit-Jan Hellinga. Wil jij voor ons een milieurapportage rapport schrijven? En dat had hij zo goed gedaan dat de gemeente ook vroeg van goh. Wil jij dan ook voor ons een stedenbouwkundig plan schrijven? Dat had hij dus nog nooit gedaan. Dus, hij bestond dus alleen en daar moesten wat mensen bij komen. Dus dat team groeide toen al. Hij is begonnen met een archeologisch onderzoek. Om eerst te kijken van... locaties waar de scheepsvakken waar zijn. Dat is hier. Romeriskwartier, vlakbij Vampershout en wat nu heet Europakwartier aan deze kant. En daar zitten vlakken bij waar ook niet gebouwd mag worden, want de scheepsvakken zijn weer opgegraven, helemaal geconserveerd, ingepakt, grond is er weer overheen gegooid en daar wordt voorlopig niet aangezeten. En die vlakken hiervoor... dat dit een hele mooie locatie zou kunnen worden voor een station, waar ook het snelbussennetwerk van Almere komen. Waar komt die? Kan je het aanleiden? Hier zo, bij dit NS-tekentje. Oh! Niet echt centraal, hoor. Nee, niet echt in de wijk. En dus dat betekent inderdaad, normaal gesproken heb je in een stadsdeel heb je in het midden het centrumgebied en daaromheen de woonwijken. Ja. Daar is dus niet voor gekozen. Want waar het station komt, komt ook het hart eigenlijk van het stadsdeel, de winkelvoorziening. Deze wijken. De vruchten zitten er nog niet, want ze hebben 2 jaar vaak nodig om een beetje boom te worden.
En een kinderpad. Dus dat betekent dat door de wijk heen, hier, een pad loopt waar je niet met de auto kan komen. Wat het betekent dat de mensen bepaalde hoven hebben aan de kanten van de tuinen waar ze hun auto neer kunnen zetten. En bezoekers van buitenaf, die moeten rondom de gebieden parkeren. En dat is een heel populair stukje. Dit is wat veel Almere zoeken. Kindvriendelijk. Veel mogelijkheden voor kinderen, speelvoorzieningen. Maar ook duurzaamheid wat je in dit gebied terugvindt. De warmteoverdrachtstation, daarvan is de bouw net gestart. Dat is aan deze kant. Allemaal zonnepanelen op de woningen. Dit verhaal gaat over het Columbuskwartier. Ze zijn klaar, ze zijn opgeleverd. Ja. Het is goed, dus ga je er langs, hè? Ja, nou, het is wel een route. Het Almereskwartier. Dat is later begonnen. Dat is rond 96 heeft dat wat meer vorm gekregen. De vraag was, ja, wat willen we daar nou eigenlijk mee? We hebben een vlak over. Er zijn wat tekeningen van gemaakt. Het is ook steeds gewijzigd. En uiteindelijk in 1996 is er bedacht om daar veel particulier opdrachtgeverschap te verkopen. Ruim 1000 kavels met mede-opdrachtgeverschap eromheen. En mede-opdrachtgevers zijn corporaties en ontwikkelaars die een veld opkopen. En daar woningen bouwen waar de eventuele kopers een mogelijkheid hebben om aan te geven wat ze precies willen. En dat kan verschillen, het is afhankelijk van waar wil ik mijn muur hebben, wat voor gevelkleur wil ik, wat voor beukmaat wil ik, dus de breedte van de woning. Wil ik een plat dak, wil ik een puntdak, alles was eigenlijk mogelijk. Het is inderdaad het Romeinskwartier in aanbouw. Belgisch bouwen, Vlaams bouwen, alles anders. Kijk, hier hebben ze speciale materialen gebruikt. Wij worden uit wandelen gestuurd in het Romeriskwartier. Zolang het droog is. We zitten nu op de Zeusingel, hier zo op de hoek. En daar verder ook. Je voelt al wel een vrij wandelen. Ja, mag ik vrij wandelen? Zeg een kwartiertje? Een kwartiertje. Speelkwartiertje. Het Homeruskwartier in de Zeusingel. Ja, het is toch wel weer een hele andere bouwstijl dan Muziekwijk, hè? En weer heel anders dan Literatuurwijk. Maar ook, ja, het is gewoon met de krommen in de wegen, niet recht toe, recht aan. Nee, dat valt. Maar de Homeruskwartier is ook een rond kwartier, hoor, echt. Ja, ik vond het heel moeilijk. En daar is een potentieel huisje voor ons Annemarie Joritsma. Hoewel, nee, die woont groter, denk ik. Dit huis lijkt bewoond. Is gemeubileerd. Dit is leuk. Maar dit is toch een stukje minder leuk. Ik vind het verschil zo groot. Die grote blokkendozen heb ik een hekel aan. Ja. Ik weet niet wat dat is. Is dat een flat aan het worden? Of, ja, dat is van... dat is Ithaca. Ja? Dit is de Allianz, dat is Ithaca. Dus van binnen wel heel mooi. Want daar heb je dus... komt een zwemvijver. Oh. Oh, dus dat is echt die... En niet voor de vissen, daar mag je zelf in zwemmen. Mag je zelf in zwemmen, ja. Ja. Pampershout heeft als bestemming wonen. Dus dat betekent dat in het bestaande bosgebied dat daar velden weggehaald kunnen worden waar mooie duurzame woningen kunnen plaatsvinden in een groene omgeving. Ja.
kan het nog niet zien als hij er langs rijdt. Dus het is een beetje lastig om te oriënteren waar je dan precies zit. Maar volgend jaar in april wordt dit aangelegd. En uiteindelijk komen wij als informatiecentrum ook in het Cascadepark terecht. Bij deze taart, het klokhuis. Rijden jullie niet langs. Maar dat is het programma, het klokhuis. Educatief, heel leuk voor kinderen. Als het goed is komen daar ook zo'n 9 à 10 uitzendingen van. En dan met de vraag van hoe gaat het allemaal nou in zijn werk? Met welke partijen heb je te maken? Hoe wordt een baksteen gemaakt? Dat soort onderwerpen. Maar in het Cascadepark komen dus ook bedrijven? Ja, dat is, mensen denken is dat een lichte industrie. Dat is het niet. Het is een lichte bedrijvigheid. En het Cascadepark is dat ook weer in een duurzame setting. Meer kan ik denken aan misschien een kunsthal of een leuke ruimte waar vergaderd kan worden, dat soort dingen. Topsportcentrum. Dit gaat over de bezoekers. Het Europa kwartier, het net Columbus kwartier, Homerus kwartier en dan gaat hij weer terug. Dus hij rijdt nog niet zijn hele route. Maar het duurt niet lang meer hoor. Het zijn allemaal. Nou, de bus rijdt er in elk geval al. Het geldt dus ook voor Almere Strand. En die had een plan ontwikkeld met een duinlandschap. En uiteindelijk heeft dit plan daarvoor gewonnen. Dat zijn drie duinen in het midden en aan de zijkanten, waar duinen komen van ruim 9 meter tot 12 meter hoogte, die niet in een punt maar een beetje op en af gaan. Er komen ook woningen op, geschakelde woningen. En helemaal voor in de kop, waar nu de bestaande jachthaven ligt, de marinehaven, daar komen appartementencomplexen. Urban kant komt dan weer naar voren van ruim 90 meter. Maximaal. Het bosgebied wat dan overblijft, dat zijn de vlakken hier tussenin. Daar komen her en der vrijstaande woningen. Dit is de hele kustzone, 150 hectare. En het plan met een duin midden en aan de zijkanten. Een stuk leisuregebied. Dit noemen we de longen van de kustzone. Ja, dat is allemaal midden- en hoge segment. Dus dat is misschien ook logisch, want het is natuurlijk een nieuw stukje grond. Weinig sociaal inzien. Recht voor ons het onbebouwde veld van Heijmans. Want Heijmans kreeg ruzie met de gemeente, heeft het verloren en voorlopig zijn ze op zoek naar een nieuwe gegadigde om hier te gaan bouwen. Inmiddels rijden we door het Europa kwartier. Stedelijk gebouwd met veel binnentuinen. En al voor een flink deel bewoond. En twee tellen lang. Begin hobbelen. Nou ja, dus Benelux slaan. We komen dadelijk bij een huis wat genomineerd is voor de architectuurprijs. Die rode, ja. Ja. In november weten we of die het wint of niet. Jammer dat we hobbelen. Maar dit is dus genomineerd. We hebben hier ook kleurtjes, regenboogkleuren. Ja. Dit is het Artencollege. Groen stelt niet mee. En de bank is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten, ook op presentie. Albert Heijn zit hier. Ja. Kortom, aan alles is gedacht. Hier staat dus op kast. Daarachter, bij de spanning, dan heb je...
En de proeverij bomen waar je de vruchten van kunt plukken.